Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze corona-Skype-sprookjes. Ja, we kunnen niet meer live gaan, dus vandaar dat we nu op Skype onze sprookjes aan het opnemen zijn. Ik heb aan jullie titels gevraagd via Facebook en ik heb er keiveel gekregen. En ja, we gaan van start gaan. Hè. Waarom deze niet zo serieuze sprookjes? En wel, als je jong bent, dan worden de sprookjes voorgelezen door mama en papa. En dan groei je op en dan stopt hij. Vandaar deze sprookjes voor grote mensen. Ik heb een kameraad, een goede vriend bij mij, die via Skype, hè, we houden het veilig, die mij gaat helpen om dit mooie sprookje te vertellen. En dat is niemand minder dan Pegijn Le Bleu. Dat is het applaus dat je normaal krijgt, Pegijn, bij een live opname. Dank u wel. Ik moet die app ook hebben. Ja, dat is gewoon sound app of zoiets. Ik weet het niet meer. Alright. Ik heb een sprookje gevonden, Pegijn. Het is een sprookje van een zekere Tom Holsters. Christophe Biesemans. Tom Holsters is het nu zo. Ah, fuck. Christophe Biesemans. Een ijsbeer met te veel zorgen. Er was eens een ijsbeer met veel te veel zorgen. Dus dat wordt hem. Hier gaan we dan, Pegijn. Er was eens een ijsbeer met veel te veel zorgen. Die ijsbeer stond nogthans altijd, nu al ongeveer zo'n tweetal maanden, op een ijsschot van 2 vierkante meter. Je zou denken, dat zijn grote zorgen. Ja, maar er kan nog altijd een vierkante meter af. Hè? Dus grote zorgen, bol. Laat ons zeggen, zorgen, ja. Maar dat is weer typisch voor een ijsbeer, om zich zoveel zorgen te maken rond een aantal dingen, terwijl dat er toch wel degelijk nog altijd wegen uit zijn benarde situatie, die we ook niet moeten overdrijven. En het was ook zeker heel typisch voor net die ijsbeer, Alfons de ijsbeer. Alfons was al heel zijn leven een zorgenkind. En vanaf dat hem geboren was, was nooit niks goed genoeg. Kreeg hem een verse vis, dan was het niet de vis dat hem wou. Kreeg hem een zeehondje te eten, dan had hem liever de mama opgegeten. Het was nooit goed. Was het lekker koud, dan was het niet koud genoeg. Was het warm, dan was het te warm. Alfons was gewoon de klagende ijsbeer. En nu stond hem op die ijsschot van enkele vierkante meter. Hij was aan het afdrijven en alles zat weer tegen voor de Alfons. Ja, typisch voor Alfons was ook dat hij nauwelijks zelf achter zijn eten zocht. Dus het is ook typisch voor Alfons om daar dan beginnend over te kankeren van ja jongens, wie gaat er voor mijn eten zorgen vandaag? Het zal weer wel niks zijn. Totdat hij op een gegeven moment aan de horizon een kans zag om toch misschien eventjes iemand anders te vinden die voor zijn eten kon zorgen. En dat was Ludwig de Albatros. Hij probeerde met één pootje rustig te dobberen naar de kant waar hij Ludwig zag. En inderdaad, hoe dichter dat hij bij Ludwig kwam, hoe groter de albatros werd. Want het zijn fantastisch grote, massieve vogels. Het moeten vogels zijn, nee. Kunnen echt wekenlang op de zee drijven, over de zee drijven in glijvlucht. Maar daar was Ludwig. En Alfons de ijsbeer, die zei tegen Ludwig... Hey, Albatros, het is warm, hè. En Ludwig zei van... Wow, zal ik wel mee? Ik ben hier in het water aan het dobberen. Kom dan dus mee in het water. Ah, oh, zei Alfons, ja, ik zwem eigenlijk niet zo graag. Maar je weet, ik ben een ijsbeer en ik eet graag vis en zo. Zou jij niet voor mij een visje kunnen vangen? Ludwig was het, hè? Ja, Ludwig. Zou jij voor mij geen visje kunnen vangen? Ludwig antwoordde kort maar krachtig, nee.
Hij vond dat de zelfredzaamheid van Alfons wel degelijk wat mocht opgevijzeld worden. En dat deed je niet door positief te antwoorden. Nee, integendeel. Ja. Kijk naar al die mensen die nu een plan moeten trekken in coronatijden. Hij zei dat ook tegen Alfons. In Europa zijn ze nu volop bezig met corona. Kijk eens hoe dat iedereen zijn plan moet trekken. Maar Alfons die haalde zijn grote beren schouders op en had zoiets van... wat interesseert mij dat? En dan zag hij uiteindelijk dat hij vlakbij een iglo stond waar een Inuit gezin was. Eskimo's. En Julian... Julian was een Chileense Eskimo die uit de hut kwam. En de beer zag staan samen met Ludwig. Liep erop af en zei tegen hen... Zeg, gasten, kun je het alstublieft eens wat rustig houden? Wij proberen hier ook te slapen. Dit kan toch zomaar niet? Waarop Alfons zei, wij zitten midden in een zelfredzaamheidsgesprek. Kun je ons dan toch ook even toelating houden, laten in het dierenrijk om ons ding te doen? Tuurlijk, zei Julian. Maar je moet ook beseffen, ik ben helemaal van het zuiden van Chili naar het noorden van de wereld gereisd om hier een beetje rust te vinden in deze ijsvlakte met mijn gezin. En nu komt de golden hier wat lawaai maken. Wat is het probleem? En Ludwig vertelde het probleem dat Alfons nooit voor zichzelf kon zorgen. En Julian had een fantastische oplossing. Hij had de oplossing die ervoor ging zorgen dat... onze Alfons ging stoppen met klagen en zijn leven terug op de rails ging zetten. Ja, ik voelde hem komen. Ik dacht, die moet ik oplossen. Hè. Julian zei... met een mooi Spaans accent. Hey, Alfonso, Alfonso. Venga, venga. Venga, wij gaan samen zeehonden vangen. Eigenlijk moet er overal os achter. Wij moeten samen ons zeehonden os vangen. Os. En wij zullen dat samen doen door eerst een groot gat te graven in de magnificos ijsspiegelos van deze ijsbergen. En samen... gaan we dit mooi maken. En Alfons begon ongelooflijk tegen zijn zin mee te schokken met Julian. Want hij wist niet dat dit een list was. Want uiteraard, zeehonden komen niet van onder het ijs. Zeehonden zitten op de rand van het ijs. Dus Alfons met zichzelf nog nooit een zeehond had gejaagd, dacht, ah ja... De zeehonden komen van onder de grond. En hij begon te graven met zijn poten en te graven. En ze gingen dieper en dieper en dieper in het ijs. Totdat de put zo diep was dat Alfons in de put zat en er niet meer uit kon. En toen zei Julian, ah wel, Alfonso, kijk nu goed. Nu zit je letterlijk in de put. En dat is waar dat jij al die jaren met je hoofd in zit. Maar nu zit er eindelijk iets in, ook met je lijf. Beseft je nu dat... daar geen goede plek is om te zitten. En de albatros... ik doe gewoon voort in Spaans. En de albatros kwam kijken. Ik ben die zijn naam al vergeten. Maar de albatros... Ludwig. Ludwig. Ludwig kwam met zijn kop over het gat staan waar Alfons ingevallen was en zei... Albatrossen konden dat dagenlang volhouden. En Alfons zei het ook. Gaat je nu nog iets zeggen? Hoe zit het eigenlijk? Maar de albatros was al weggevlogen. Hij vloog weg over de oceaan. Waarschijnlijk weer weg voor een maandlange zweefvlucht uit te voeren. En terwijl dat de albatros daar vloog... zag hij een groot schip. Dat schip, daar landde hij op het dek. Het schip was eigenlijk nog visjes aan het vangen. Midden in de IJszee, de grote IJszee. En toen dacht hij, hey, dit moet toch wel voedsel zijn voor Alfons.
En hij dook naar beneden, hij pakte twee vissen tussen zijn poten en dan nog een grote vis in zijn bek. En hij vloog terug naar de put van Alfons. Hij vloog erover en dropte drie vissen erin. En hij schreef er nog van, hé, Alfons, dit is toch een klein beetje eten. En als je terug uit de put geraakt, is er nog veel meer eten. En hij begon weer uren te lachen. Hij ging op de rand van de put zitten. En hij was zo irritant dat Alfons de vissen op had kracht vond om in één keer uit de put te springen. En hij landde met zijn voorpoten op de vleugels van Ludwig. En hij zei, inderdaad, ik moet zelf voor mijn eten zorgen. En hij at Ludwig op. En dan zag hem de iglo van Julian en hij zei, dank u wel voor de goede les. Ik moet inderdaad voor mijn eten zorgen. Ik moet inderdaad mijn eigen natuur blijven volgen. En hij sprong op Julian en op het gezin van Julian, op zijn vrouw, op de drie kindjes. En hij at die allemaal op. En zo werd Alfons een van de meest beruchte ijsberen in het noordelijk halfrond. Wat hebben wij nu geleerd van dit verhaal? Wat is de moraal van dit verhaal? Dat de dag dat je zelf voor je eten zorgt, dat je niet meer aan een drive-in wil staan van de McDonald's, maar zelf voor je eten zorgt, dat je weet dat dat een eerste stap is om gelukkig te worden. Slaap lekker. Dag.